Goedenavond, dames en heren. Eerst en vooral welkom. Naast mij zit Kurt van Simmel, T2 van Oudenaarde en Frank Bergeel, trainer van Torhout. Ik ga ze even kort aan het woord laten en vragen naar hun reactie na deze wedstrijd. Kurt, 5-1 overwinning. Wat is uw eerste reactie naar de wedstrijd? De uitslag 5-1, maar als je het begin van de wedstrijd bekijkt, komen we toch wel een paar keer goed weg. Ik denk dat Torhout, voordat wij hier nog voorkomen, een ruzekans mist. Ik denk als op dat moment 0-1 wordt, dat de wedstrijd zeker niet zo gemakkelijk zal verlopen. Zelfs bij 1-1 komen we daar een paar keer goed weg. De eerste helft was redelijk slap voor ons. Frank, Torhout komt ook met heel wat geblesseerden. Maakt dat een nederlaag nog extra zuurder? De laatste week kregen we wel redelijk wat patatten tegen ons hoofd. En zoals mijn collega zegt, wij verdienen absoluut met rust 3-1 in te gaan. Maar wij krijgen altijd makkelijk doelpunten tegen. En vooraan hebben we ook alle moeite om hem binnen te doen van op een halve meter. En dan weet je dat het moeilijk wordt. En de tweede helft gaat hem alweer aanstaan. Dat is niet zo makkelijk. We moesten Jasper Ameijen gekwetst in de kleedkamer houden. En ja, dan begint het heel zwaar te worden. Het spelbeeld in de eerste helft, ja, jullie voetballen goed en ja, heel wat kansen bij jullie voetbal, dus dat moet toch wel moed en hoop geven voor de toekomst. Ja, bon, ik kan de jongens niets verwijten op training. Ze zetten zich in, ja, dat is ook een logische zaak, maar de spirit is er, de mentaliteit is er en wij waren vast van overtuigd dat we vandaag een goede prestatie gingen neerzetten. En onze eerste helft was meer dan degelijk. Maar als je niet kunt scoren en met individuele fouten telkens die afgestraft worden, en kom je er in de rust in en gaat er maar weer aangestaan. Kurt, heeft de uitslag van vandaag ook te maken met het feit dat Torhout echt positief voetbalde vandaag? Want niet elke ploeg komt hier met de mentaliteit om het spel te maken. Ja, zeker en vast. Als je tegen Torhout speelt en ze zijn de week ervoor, en je hebt de week ervoor heel veel punten tegengekregen, de week daarvoor op Gent ook 6, en dan komen ze op die manier naar hier voetballen, dan kunnen ze er alleen maar positief in zijn. Ze zijn zeker niet naar hier gekomen om een muur op te trekken, en ze hebben vrij en frank gevoetbald. Oké, Frank, bedankt voor je komst en nog veel succes met Torhout dit seizoen. Kurt, tot volgende week.